Mijn naam is Paul Cliteur en ik ben hier voor Café Weltschmerz. En wij gaan spreken over een boek, Het Spook van Woke. En ik doe dat met mijn vaste gast als het over Woke gaat. En dat is Martin Harlaar. Martin, welkom. Ja, dankjewel. Daar zitten we dan weer, hè? Ja, voordat we aan het boek van Floris van den Berg beginnen, Het Spook van Woke. Ik heb ook ik heb een verzameling boeken maar eens even meegenomen. Er zijn er heel wat boeken zijn er over Woke verschenen. En ik wil dus even wat snelle reacties aan jou ontlokken over die boeken. Want jij hebt het grootste deel ook gelezen, hè? Het Spook van Woke. Nee. Dat zo te zien niet. Nee, dit is Het Spook van Woke, hè? Daar gaan we het straks over hebben. Je weet ook deze, Vocabulary. Ik ken hem, maar die heb ik niet. Dat is eigenlijk een soort van voorstudie voor Het Spook van Woke. Dus Floris van den Berg die heeft nu twee boeken. Twee mooie boeken, daar gaan we het straks over hebben. Persoonlijk dit vind ken ik je wel. Dat het beste boek. Je vindt je eigen boek, ook ben ik wel woke genoeg, dat vind je het beste boek. Ik heb het niet alleen geschreven. Ja. Er zijn nog 27 anderen die hebben meegewerkt. Hè? Weet ik, maar het heeft wel een gekke titel. Ben ik wel woke genoeg? Je bent toch helemaal niet woke? Volgens mij moet je tegenwoordig woke zijn om mee te kunnen doen. Okay. Op sommige terreinen tenminste. En ik was zo verontwaardigd op een gegeven moment dat ik cynisch of ironisch mij afvroeg, ben ik wel woke genoeg? Okay. Waarvan het antwoord dus is nee, absoluut niet. Nee. Oké, dat boek van jou is een prachtig boek. Laat ik maar zeggen, het is heel mooi geïllustreerd. Het onderscheidt zich van andere boeken over Woke, dat jij ook de hele vroege geschiedenis van het verschijnsel in de 19e eeuw in de Verenigde Staten heel mooi in beeld brengt. En ook dat je een aantal getuigenissen hebt opgenomen van belangrijke mensen die over Woke geschreven hebben, zowel pro als contra. En dat vind ik echt heel belangrijk dat er ook is. Polycor in de Polder van Sebastian Valkenberg is al wel iets ouder. Hè? Dat is een van de eerste boeken. Ik heb het gelezen. Ja, ook informatief. Mooi. Ja, informatief. Hè? Ja. Weet je wat jij misschien niet kent? Dat is deze. Bocconté, La Révolution Racialiste. Die heb ik in Frankrijk gelezen, in het Frans. Ik spreek niet goed Frans, maar kan het wel aardig lezen. En dat is ook echt een ontzettend goed boekje. Dat is echt een aanrader. Het is helaas niet vertaald. Maar, ik beheers het Frans niet, helaas. Nee, nou, dan heb je dit ook niet gelezen. Caroline Forest, Génération Offensée. Nee. Over deze generatie jongeren die beledigd is over van alles en nog wat. En die het gevoel van het beledigd zijn enorm aan het cultiveren is. En de nadelige effecten die dat heeft op universiteiten. Caroline Forest, ook een goed aanrader. Deze meneer ken jij wel, hè? Ik ben geen witte man van Fons Marien. Die ken ik redelijk goed, ja. Daar heb ik pas nog mee gemaild ook. Okay. Daar heb ik regelmatig contact mee. Ja, een beetje vergelijkbaar, denk ik, met het boek van Valkenberg. Geeft ook een totaal overzicht. Heeft het allemaal wel goed in kaart gebracht. Hè? Dus van onze Vlaamse buren. Dit is al wel het oude boek van Elma Draaier, Witte Schuld. Dat vind ik daar is het voor mij mee begonnen toen ik daar een boekbespreking over schreef. Ja. En toen kwamen er allemaal herinneringen van mij zelf terug uit de jaren 80. En toen dacht ik, toen was het al aan de gang. Ah, ja. Ja, klopt. Dat is ook inderdaad zo. Kijk, hier, ken jij trouwens dit boek van Jeroen Pen, De meest besproken man van Nederland. Dat is een roman, is dat? En dat gaat over, het is een sleutelroman zou je kunnen zeggen. En het gaat over de wereld van de omroepen. En hoe die omroepen tegenwoordig, hè, de KRO bijvoorbeeld, allemaal een of andere hippe nep identiteit willen aannemen. De KRO kan natuurlijk niet meer gewoon een katholieke omroep zijn. Dus dan krijg je zoiets, dat gaat zich ook allemaal inlaten met bepaalde woke dingetjes om zich een nieuwe identiteit te verschaffen. En daar steekt hij een beetje de draak mee. Ook een echt volgens leuk. Volgens mij trouwens alle omroepen op een enkeling zijn allemaal dezelfde identiteit ondertussen. Absoluut. Ja. Dus ook dat is helemaal in strijd met de media, met de mediawet. Ja. Want ze moeten een eigen identiteit hebben, maar die hebben ze tegenwoordig bijna niet meer. Kijk, dit is trouwens ook een roman, De Projectleider van René den Oude. Dat gaat over een instelling van hoger onderwijs, waar ze allemaal eigen
pagina's gaan aanmaken, die docenten, met, allemaal met hun pronouns. Dus dan gaan ze allemaal met hun seksuele geaardheid gaan ze worstelen. En dat, nou, en al de gekkigheid die dat... Daar moeten we het straks over hebben, onze seksuele geaardheid. Ja. Zodat de kijker, de luisteraar weet waar ze aan toe zijn met ons. Zeker, zeker, zeker. Nou ja, goed. Dit is trouwens ook een heel mooi boek. Dit is van Anthony Cronman. Dat is een ja, je zou kunnen zeggen een collega van mij in die zin. Die dat heb ik een... pas binnen, daar heb ik nog niks van gelezen. Oké, nou, het is een rechtsgeleerde. Hij is voormalige dean van Yale University. Niet meer, is ook nu met pensioen. Dat geeft altijd een grote vrijheid in het je uitspreken over allerlei dingen. Dat is bij hem dus ook zo. En die heeft het over die assault on American excellence. Hij zegt, het is eigenlijk is woke een soort van aanval op het hele Amerikaanse systeem van hoger onderwijs. En hij waarschuwt, geeft een enorme hoop informatie. Dat is eigenlijk een hele stevige kritiek. Van wanneer is dat? Dit is al wel van een, ik schat zo uit mijn hoofd, van 4 jaar geleden is het wel, denk ik. Even kijken. Dat is van 2019. Ja, precies 4 jaar. Dus, nou ja, goed. Want in Amerika hebben ze, ik ken al die titels en de auteurs niet meer, maar ze hebben natuurlijk al een jaar of 30 dat ze boeken, misschien wel meer, dat ze boeken schrijven over wat er op de Amerikaanse universiteit aan de hand is. Ja. De eerste weet ik ook weer niet de titel, The American Mind, nee. Closing of the American Mind. Precies. Ja, van Bloom. Ja. Ja, dat is natuurlijk geweldig. En dat eerste hele grote boek van twee mannen, waarvan er één ook hier aan mee heeft gewerkt. Waarvan ik de naam... Harvey Silvergate, geloof ik, is één van de twee auteurs. Oké, okay, die ken ik niet. Okay. Of Silverglade. Sorry. Nee, in Amerika, er zijn al... Ik ben aan het lezen het boek van... Nederlander in naam van de vrouw, de homo en de allochtoon. Hoe heet die? Ja, ja, ja. Ik kan zijn achternaam niet uitspreken, zijn voornaam ben ik vergeten. Ja, ja, ik weet het. Van die, zijn achternaam is C-R-O-U-G-H. Ja, ja. Ja, dat is een mysterie. Dus een pseudoniem. Dat, hè? Ja, dat is van volgens mij 1995. Ja, ja. En tot mijn stomme verbazing, dat is dus bijna 30 jaar oud. Mm. Tot mijn stomme verbazing staan daar stukken in over hoe het toen in Nederland toeging. Die eigenlijk al precies hetzelfde zijn als nu, alleen met een iets ander thema. Ja. Niet het woke-thema, maar de redeneringen en de verwijten zijn zeer verwant. Exact hetzelfde. Ja, ik weet wat je bedoelt. Ja. Ja, dat is geweldig. Daar moeten we het ook nog een keertje over hebben. Maar goed, dat gaan we een andere keer doen. Wij gaan het vandaag hebben over het boek van Floris van den Berg, Het Spook van Woke. Maar ik wilde het eerlijk gezegd inleiden met een citaat uit een ander boek wat jij daar voor je hebt liggen. Dat is het boek van de burgemeester van Antwerpen. Publieke intellectueel, historicus van professie. Leider van de NPA, van de Nieuw Vlaamse Alliantie. Opgegroeid in een heel erg flamingantisch milieu, waar hij zich eigenlijk grotendeels aan ontworsteld heeft, net zoals zijn broer Bruno. Ja. En het losmaken van zijn familieachtergrond. Als je dat weet, dan snap je het boek denk ik ook beter. Dan kan je het beter plaatsen waarom hij dat geschreven heeft. Oké. Wat is een flamingant voor onze Nederlandse kijkers? Dat is iemand die nazi is tijdens de oorlog en katholiek tussen de oorlogen. Dus een collaborateur met de Duitsers. Iemand waarvoor de emancipatie van het Vlaamse volksdeel in België gaat boven principes over antifascisme of wat dan ook. Als je in 1914 of in 1940... als je meer macht kan verwerven doordat je meedoet met de bezetter, dan doe je dat. Ja. En dat heeft vooral na de Tweede Wereldoorlog natuurlijk een enorme rol gespeeld. En daarom is in de beoordeling, Vlaams blok en later Vlaams belang ook zo besmet. Iets wat wij in Nederland
nauwelijks, als je er niet in verdiept hebt, nauwelijks kunnen begrijpen van ja, er zijn zoveel mensen die erop gestemd hebben, waarom doen ze zo moeilijk? Je zou het kunnen vergelijken, we hebben dus niks om het te vergelijken, maar als er een partij zou zijn die is begonnen door allemaal oud-NSB'ers en oud-mensen van weet ik veel wat voor extreme groeperingen voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. En die zouden zijn doorgegaan onder een andere naam. En op een gegeven moment zijn die mensen dood, maar het sukkelt zo door. Dan zouden heel veel partijen in Nederland er ook niet mee willen samenwerken. En nee, dat is wat je nu nog steeds met het Vlaams Belang hebt. Maar dat heb je dan dus ook. Dus eigenlijk zou je dat met de N-VA moeten hebben. Want deze... Hij komt daar ook, zijn familie. Hij heeft zich daar ook ontworsteld. Het is een... Ja, en waarom zouden de hedendaagse mensen in het Vlaams Belang zich daar niet van hebben ontworsteld? Omdat hij zich daar constant van distancieert. En mensen als Philip de Winter doen dat absoluut niet. Dat weet ik nog niet. Maar ik ga die discussie nu niet met je, met je aan. Maar ik vond het een wat tendentieuze inleiding. Ik hou van tendentieuze. Maar ik wil eerst nog even naar die... laten we eerst nog eventjes naar de... naar het boekje. Hè? Dus Bart de Wever over Woke. Hij heeft eerder een boek geschreven over identiteit. Ja, dat heb ik gelezen. Ja, dat heb ik ook gelezen. Net zo, precies zo'nzelfde boekje ziet er ook helemaal hetzelfde uit. Maar nu heeft hij een boek over Woke. En ik wil even bij die de Wever blijven staan. Omdat ik vind dat hij een hele goede inleiding... en is een goed opstapje voor een gesprek over het hoofdboek... wat we nu willen bespreken. Het boek van Floris van den Berg, Het Spook van Woke. Kijk, wat zo aardig is aan dat boekje van de Wever, en wanneer ik zeg boekje bedoel ik dat niet neerbuigend of zo. Het is gewoon wat omvang betreft een wat geringer. Het is dunner dan de meeste andere boeken. Maar ik vind het wel heel erg goed. En wat ik zo interessant vind, ik weet niet of je dat wist, maar kijk, hij plaatst die woke-ideologie en de gevaren van die woke-ideologie. Dat typeert hij helemaal als iets dat voortkomt uit de universiteiten. Hè? Daar komt het vandaan. Dus, en hij heeft daar een citaat over wat ik je voor wil leggen. En dat gaat als volgt. Anders dan het marxisme wil doen geloven, zijn het immers de ideeën die de geschiedenis bepalen. Oké, nou, dat is verder duidelijk, hè, maar ook niet bijzonder. Hè. Dat is ook een idee van Isaiah Berlin, de Britse filosoof. De geschiedenis wordt voortgestuurd door de ontwikkeling van ideeën en niet door de materiële omstandigheden, wat het marxisme denkt. Nou goed, ideeën zijn dus belangrijk, zou je kunnen zeggen. Dat, nogmaals, dat is niet zo. Dat is wat Harari ook zegt trouwens. Ja, die wij ook hier een keertje besproken hebben. Maar nou gaan we verder. En aangezien de vis rot aan de kop, zijn campussen de logische plek om een tegenverhaal te beginnen vertellen. Nou, de zin loopt niet helemaal mooi, maar het is waar ik bij bleef hangen. De vis rot aan de kop, dat is een die kop, dat zijn dan de universiteiten. Dus hij heeft een hoge dunk van de universiteiten. Universiteiten zijn belangrijk. Tuurlijk, het gaat om ideeën. Waar staan ideeën centraal bij de universiteiten? Centers of excellence, hè? Om even naar Cronman, die idea of American excellence. Dus centra voor excellentie. Maar daar zit die rot ook. Ja. En dat is nogal wel een krachtige uitspraak, vond ik. En ik heb 40 jaar aan de universiteit gewerkt. Ik heb bijna zo lang gestudeerd. Wacht even. Ja, oké. Okay. Maar ik moet je zeggen, ik dacht van, wow. Dus, ik zeg, je kan ook zeggen, het is ook niet zo positief voor mij. Want dan heb ik dus 40 jaar gewerkt aan een instituut wat eigenlijk door en door verrot is, in ieder geval op dit moment. En dan heb ik ook wel voldoende gedaan om dat verrottingsproces tegen te gaan. Of ben ik nu pas... Denk het niet, hè? Nee, misschien niet. Misschien ben ik pas... Op de Universiteit van Kleveringa heb je je niet verzet tegen... Waarschijnlijk te weinig misschien, I don't know. Maar nu ben ik er wel flink mee bezig, gesteund door jou natuurlijk. Ik heb misschien moed opgevat nu ik jou als partner heb. Maar wat heeft nou Bart de Wever gedaan? Die constateert dit dus, schrijft dit boek, en hij gaat dat boek toelichten op allerlei Vlaamse universiteiten. Dus hij gaat lezingen geven aan
Universiteit van Leuven, Universiteit Gent, ja, Universiteit is, Antwerpen. Die is hij allemaal geweest en dat is een groot succes. Maar het is net nog een slag anders. Hij is eerst met lezingen vorig jaar langs de universiteiten gegaan. Ja. Toen daar is het boek uit voortgekomen. Is het boek uit voortgekomen en vervolgens is hij volgens mij verder gegaan. Maar dat weet ik niet 100% zeker, langs universiteiten. Ik weet niet of hij... Het is een klein accentverschil. Maar wat hij schrijft, dat is dus de lezing die hij daar gaf. Die heeft hij uitgewerkt tot dit boek. Dus het is een beetje, hij had al een tekst. Is die gaan toelichten en is dat gaan perfectioneren. En dan is dat boek uit voortgekomen. Maar wat me er nu zo aan fascineert, dat is dat de Wever ook zegt. Ja, zegt hij, en ik kreeg alleen maar bagger over me heen van de kant van de media. Hè, van de kwaliteitskranten, De Morgen en De Standaard. Er werden allemaal gesneerd. Hè, en ook die docenten aan de universiteiten. Die zeggen allemaal van, het is allemaal niet nodig. En denkt die man ons hier nu de les te kunnen komen lezen over wat wij hier allemaal verkeerd doen. Nou, die kregen allemaal negatief commentaar. Maar die studenten, die kwamen. En zoals hij zelf dan zegt over een optreden aan de Universiteit van Leuven. De zaal die was tot aan de nok gevuld. En toen dacht ik, hé, dat is weer interessant. Dus hoopvol eigenlijk. Dus dat er een protest tot stand zou komen vanuit die studenten. De jeugd heeft de toekomst. Hè? En die vastgeroeste kliek aan docenten, dat zou wel eens kunnen zijn dat die niet meer de toekomst vertegenwoordigen. En dat vond ik eerlijk gezegd toch wel een hoopvol iets. Nou, wat ik hoopvol vond, maar wat tegenviel, was dat het boek werd gepresenteerd door Maarten Boudry, die niet als rechts bekend staat en die eigenlijk niks meer met woke te maken wilde hebben. Ja. Dus dat iemand die redelijk hoog in aanzien staat, ook bij de bij het progressieve volksdeel daar tijd voor vrijmaakt, dat vond ik heel positief. Het enige was, hij deed dat nou niet. Laten we zeggen, hij was niet volgens mij in topconditie. Plus de aanwezigen, dat was een... dat hield allemaal niet over hoeveel mensen er waren. En het hebt het nu over een gewoon dit. Dus Bart de Wever kwam aan de universiteit, ik neem aan Gent, want Boudry zit in Gent. Ja, hij kwam en nou, Boudry... Het kan ook zijn dat het op het Schoonverdiep, dus het stadhuis van Antwerpen, is gepresenteerd, hoor. Dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Nou ja, goed. Anyhow, zou kunnen. Maar kijk, waarom ik zeg dat vond ik een hoopvol teken is, omdat het zo gemakkelijk is om wat hij zegt over woke, om dat weg te schuiven, omdat hij rechts is. Politiek heb ik niks met de man, of weinig. Maar hij is waanzinnig. Ik vind hem waanzinnig fascinerend. Ik vind hem heel erg helder. Ik heb de laatste maanden films, of op YouTube films, lange dingen, interviews, debatten gekeken van de afgelopen 10 jaar. Ja. En hij is nou een van de weinige politici die ik ken die ten eerste helder vertellen wat ze vinden op een iets hoger, meer van afstand, wat meer grote ideeën en niet alleen maar over procenten en zo. Wat me opviel is dat hij een waanzinnige dossierkennis heeft. De enige makke is, en dat kom je ook een klein beetje in het boekje tegen, is dat hij een gymnasiumopleiding heeft. En dat hij heel erg van Romeinse citaten houdt. En dat het al gauw een beetje bij sommige mensen, ook bij mij, kan gaan tegenstaan. Van, je hoeft nou niet steeds te laten merken dat je Latijn gehad hebt. Van, dat is, soms is het wat te elitair. Okay. Maar wat hij te zeggen heeft over woke, ik bedoel, nou moet ik zeggen, ik weet niet waar hij... Voordat je verder gaat. Ik weet niet waar hij al zijn kennis vandaan haalt, maar ik weet in ieder geval dat hij, voordat hij dit ging schrijven, bekend was met mijn werk. Dus met de eerste helft van dit boek in ieder geval. Omdat dat in de twee jaren ervoor... Ben je nou een beetje aan het suggereren dat hij jouw boek geplagieerd heeft? Ja, dat hij er dus niet, dat hij er dus niet tegenop zag om ook van een links iemand iets te leren. Oh, dat dus... is dan weer goed. Ja. Martin, kom op. Eén, je vindt het een mooi boek. De man is ontzettend erudiet. Hij schrijft enorm helder. Je bent hem allemaal aan het prijzen. Maar hij heeft het hier. Maar toch, dan ga je
je nog insinueren dat hij het allemaal uit jouw boek heeft gehaald? Nee, dat heeft hij me geschreven. Dat heeft hij me... Ja, dat kan ik niet controleren natuurlijk. Nu ga je beroepen op iets... dat lijkt mij eerlijk gezegd... Ik ben bekend met... Een stug verhaal, Martin. Ik ben bekend met uw werk. Nee, maar het punt wat ik eigenlijk wil maken, dat is... Ja. Kijk, als je het nou allemaal zo goed vindt wat hij zegt... en je bent het ook eens met wat hij allemaal over woke zegt... waarom zeg je dan niet gewoon... Ja, het is gewoon een goed boek en eigenlijk... Ik zou op die man gaan stemmen. Ik bedoel, nee, absoluut nee. niet. Oh, nee. 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 Ik zou, niet? Omdat ik zou, als ik daar mocht stemmen, zou ik op Meirem Almaty stemmen. Oh, dat zegt me niks. Dat is parlementslid en voormalig voorzitter van Groen. Okay. Ze is pas teruggetreden als voorzitter. Ja. Maar je bent helemaal niet groen. Ben van GroenLinks, maar waar stemmer niet, geen lid, alsjeblieft geen lid. Maar ik zou op Meirem stemmen, omdat ik die vrouw vertrouw. Politiek heeft toch ook veel met mensen te maken. Oké, maar je vindt in ieder geval dat hij een goed boek heeft geschreven. Dat wel. Ja, maar 4 sterretjes. Ik heb Floris 5 sterretjes gegeven. Oké, nou dan gaan we naar Floris. Wat een bruggetje, hè? Ja, geweldig. Briljant. Oké, het spook van Woke. Ja, nou, wat moeten we hiervan vinden? Hoeveel sterretjes van de 5 heb jij het gegeven? 3? Ik weet niet. Waar zou ik die sterren moeten geven? Ik heb het boek wel besproken voor Doorbraak. En daar hangen sterren aan. Hè? Ik dacht wel het maximaal aantal stemmen. Ja. Hoewel ik ook wel kritiek heb op het boek. En daar gaan we het over spreken. Hè? Maar het spook van Woke. De titel is helder. Het spook van Woke. Een vrolijk vaccin tegen cancel culture, identiteitspolitiek en ander onheil. Het mooie vind ik altijd dat hij zich dus realiseert. En dat ook duidelijk maakt hier. Dat woke hangt samen met cancel culture. Het hangt ook samen met identiteitspolitiek. Eigenlijk iets waar we 2 jaar geleden erg mee bezig waren. Waar Bart de Wever ook een boek over heeft geschreven. Identiteitspolitiek, waar dit boek ook van Francis Fukuyama over gaat. Identity, contemporary identity politics. And the struggle for recognition. Dat is ook een min of meer kritisch boek over identiteitspolitiek. Dat zit er bij Floris dus ook in. Maar Floris heeft ook een... ik vind net als het boek van De Wever iets heel moois heeft... dat is dat hij zo direct ophangt aan die universiteiten, dat woke. Zo heeft Floris ook iets heel moois. Maar misschien voordat ik dat ga vertellen... ga ik jou in de gelegenheid stellen om... Ik wil nog iets anders... mijn gedachten te raden. 2 andere dingen zeggen over de ondertitel... een vrolijk vaccin tegen enzovoort... het is absoluut geen vrolijk boek. En er staat volgens mij alleen maar vrolijk... omdat de 3 vorige boeken die hij heeft geschreven... staat vrolijk in de titel. En hij kon het waarschijnlijk niet in de titel kwijt. Dus nou staat het in de ondertitel. Ja. En vergeet het vrolijk. Het tweede is, dit boek is heel leesbaar. Je kan elk hoofdstuk... je kan in willekeurige volgorde het lezen... omdat dat... Omdat Floris, net als ik, heel veel publiceert in Vlaanderen. Dus heel veel van die stukken hebben bij Liberales... of staan bij Liberales ook op de website. Mm-hmm. En dat betekent dat het af en toe een beetje overlapt. Maar het is een heel rijk boek als je geïnteresseerd bent in... Ja, wat zal ik zeggen? Ja, woke, maar in, woke, In hoe het er op allerlei... terreinen in Nederland aan toe gaat. En hij doet het met een filosofische achtergrond. Als ik nog even terug mag komen. Ik zeg van, wij hebben allebei veel in Vlaanderen gepubliceerd. Ik heb geen echte achtergrond. Ik bedoel, daarom heet dit ook een ontdekkingstocht. Ik ben gewoon gaan kijken op internet... en ik ben boeken gaan bestellen en lezen. Ik heb mij laten verrassen. Floris is veel gedegener. Maar dat betekent ook dat je, als je er nog niks van weet... dat je denkt van ja, laten we zeggen... Maar waarom geef je de boek nou 5 sterren? Omdat ik het een heel belangrijk boek vind. Ja, maar dat zegt nog... Waarom is het een belangrijk boek? Dus omdat dat geeft geen informatie. Ik wil dat dit gelezen wordt. Ja. Ik bedoel, dit boek is belangrijker nog om te lezen dan dat boek.
Dit is meer tweedimensionaal, dit is meer driedimensionaal. Als maar naar mijn smaak mis je toch het punt. Ik ga het nu op tafel leggen en dan moet je maar zeggen dat je het mee oneens bent. Kijk, wat ik dus, als je het al op één punt terugbrengt, dan vind ik dus, zoals gezegd, dat heb ik net al gezegd, dus Bart de Wever over woke is van belang, omdat hij ziet dat het probleem is die universiteit. En dat ziet daar begint het. Dat ziet hij ook, maar hij maakt nog een heel belangrijk punt. Hij zegt ook, ik heb er problemen mee. Ik, Floris van den Berg, docent aan de Universiteit van Utrecht. Ik heb problemen met dat woke-denken. Ik ben zelfs bang. Ik durf me niet meer uit te spreken over allerlei onderwerpen. Ik ben op mijn woorden aan het letten. Ik word niet gesteund door mijn universiteit en door mijn mededocenten. En dat is heel moedig om te zeggen. Ja, heel moedig om te zeggen. Precies. En dat is het goede punt. En daarom had je die 5 sterren moeten geven. Hier heb ik 5 sterren gegeven. Hij heeft 4 sterren. Voor hem is het minder moedig. Dus de reden voor die 5 sterren, dat is dat hij maakt een coming out als docent, ja. Floris. En dat vind ik hartstikke goed, dat hij dat ook zegt. Want wat ik zie bij al die mensen die zich over dit onderwerp uitlaten, over het onderwerp van woke, daar zitten een aantal gekke dingen aan. Eén. Het zijn allemaal mensen die, mag niet zeggen een marginale positie hebben aan de universiteit of geen positie, maar het zijn allemaal mensen die op de een of andere manier niet in het hart van de universiteit zitten. Ja? Anthony Cronman, voormalige dean van Yale University, dus een belangrijke Ivy League universiteit in de Verenigde Staten, is met pensioen. En dan krijg je het hele kritische boek over woke. Voor al die mensen, Elma Draaier heeft niks met de universiteit te maken. Hij heeft gestudeerd aan de universiteit, zit in de journalistiek, die doet dat. Fons Marien werkt ook niet aan een universiteit. Caroline Forest werkt ook niet aan een universiteit. Sebastian Valkenberg werkt wel aan een universiteit, maar is bibliothecaris, is ook geen docent aan een universiteit. Jij werkt ook niet, je hebt gestudeerd aan een universiteit, maar je werkt niet. Maar aan er staan heel veel mensen in die er wel werken. Ja, zeker. Degene zeker, die zich zeker. Het maar, meest hebben uitgelegd. Kritisch, die komen uit de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Klopt, maar het punt wat ik wil maken, dat is dat in Nederland die universitair docenten, die hoogleraren, die mensen die op dit moment werken in de universiteit, die laten het zitten in hun kritiek op woke. Ja? En dat is natuurlijk een onderdeel toch van de hele woke-cultuur, dat het een intimiderende cultuur is. Ze intimideren mensen met het dreigement van, we gaan jou nazi noemen, we gaan jou een fascist noemen, transfoob. We gaan jou een seksist noemen, we gaan je een islamofoob noemen, een transfoob gaan we je noemen. Ze hebben dus een hele rij instrumenten hebben ze om een ander het zwijgen op te leggen. En dat werkt voortreffelijk aan een universiteit. En dat heeft Bart de Wever heel erg goed door. Maar nu zien we dus met Floris dat hij dat een beetje doorbreekt. Hij hangt het niet helemaal aan de klokken, hoe heet dat? Hij schreeuwt het niet van de daken binnen de universiteit, zijn kritiek op de universiteit. Maar hij schrijft wel een boek waarin hij het toch wel uitspreekt wat een ongelofelijke problemen hij met woke aan zijn en nou even ik, universiteit heeft. Over de universiteiten en de mensen die er werken. Je hebt, even kijken hoor, laat ik niks verkeerd zeggen. Op jouw universiteit Leiden. Werkt is een hoogleraar op het gebied van jeugd en samenleving. Oh. Die persoon heeft hier ook aan meegewerkt. Wie is dat dan? Judy Mesman. Ja. 1974 geboren. Ja. Hoogleraar jeugd en samenleving. Ja. Ja. En die heeft op haar LinkedIn-pagina een tegeltje met een tekst en een plaatje. Ja, lees even voor. Langzaam moet ik het doen. Nee. Ja. Oh, okay. Dit is toch... nee. The word woke is becoming more beautiful by the day. Dat is heel bijzonder, want heel veel mensen die wij als woke zien,
zeggen van woke bestaat niet en waar heb je het over? En ja. Echte problemen zijn racisme en bla bla. En het, ja. Nou. Maar deze meneer, Jason Overstreet, een totaal onbekende Amerikaanse schrijver, ja. Zegt: the word woke is becoming more beautiful by the day. Why? Because the absolute worst people on earth use it as a slur against everything that is good. Ja. Je moet je voorstellen, een hoogleraar die zegt op haar LinkedIn-pagina... kijk, als ze het er niet mee eens zou zijn, zou ze het er niet opzetten. Die geeft als voorbeeld dit en gaat daar dus in mee dat de absoluut ergste, de slechtste, de meest walgelijke mensen op aarde woke gebruiken als een sleur. Ja, als een sleur. Maar even één vraag dan over deze Judy Messman, die ik verder niet ken. Ja, alleen van naam, maar die heb ik verder nooit ontmoet. Gedurende mijn werkzame leven aan de universiteit. Zegt Judy Messman ook dat ze het eens is met het citaat? Want ik zal je vertellen waarom ik het vraag. Ik ben een beetje nieuwkomer op social media. Hè? En ik vind soms een bepaalde uitspraak leuk. Ik heb zin om die te delen met mensen. Maar ik ben het er niet noodzakelijk helemaal mee eens. Maar ik vind het wel aardig. Ik vind een aardige uitspraak die tot tegenspraken uitnodigt of zoiets. Maar dan merk ik heel vaak dat mensen zeggen: oh, ik ben het er niet mee eens. Een kliteur. En dan beginnen ze het niet over die uitspraak gaan praten. Het gaat zo over mij praten. Alsof ik dat één op één meteen. En dat vind ik eigenlijk jammer op social media. Circumstantial Evidence. Ja. Zij heeft dus ook aan dit boek meegewerkt. Ja. Ik heb er uitgelegd, zoals ik het aan iedereen heb uitgelegd, van wat grofweg de bedoeling was. En ik heb gevraagd aan academici uit binnen en buitenland: willen jullie een stukje schrijven naar aanleiding van mijn vraag of het vrije woord en een wetenschappelijk onderzoek onder druk staan ten gevolge van woke activisme? Ja. Dat heeft ze gedaan. Ze heeft ook andere mensen op mijn verzoek gevraagd: zijn jullie bereid om mee te doen? En er zijn wat meer mensen gekomen. Okay. Op een bepaald moment is het boek alleen maar klaar digitaal. Hè? De laatste druk. En die werd ook... misschien dat er al gedrukt werd, dat weet ik niet. Maar die werd ook naar de auteurs gestuurd, want het digitale boek was klaar. En op dat moment vroeg zij dus aan mij of haar tekst, haar bijdrage eruit gehaald kon worden. Omdat ze niet... ze had dingen van mij gelezen... Ja. En ze wilde niet in hetzelfde, daar kwam het op neer, niet in hetzelfde boek staan met iemand die er zulke absolute worst people, ik dus, zo over woke dacht. En ze was vooral over twee bijdragen van mij geschrokken. Eén was dat ik een van de helden van de woke beweging, zeg maar, Foucault, die hier in het maandje staat. Ja. Dat is een halve heilige in de woke-wereld. Ja, Heel veel mensen uit de geschiedenis worden gecanceld, want die hebben een slaaf gehad of iets verkeerds gezegd. Ja. Hij deed het met jonge jongetjes. En daar was Judy erg van geschrokken dat ik dat schreef. En Frans Fanon, daar had ik over geschreven, onder andere geciteerd, dat... hij had het over de reinigende kracht van geweld. Nou, kom ik uit de pacifistisch-socialistische hoek. En ik heb zo weinig met de reinigende kracht van geweld. Kortje. Dus Judy is het helemaal hiermee eens. Dit is niet zomaar... Oké. Ik snap het punt. Ik herhaal overigens nog even twee dingen die je gezegd hebt. Want het zijn belangrijke dingen die je gezegd hebt. En anders gaat dat een beetje ten onder, denk ik, in de vergetelheid. De Franse filosoof Foucault is een soort van patroonheilige van het hele woke-denken. En wat jij beschrijft in het boek, en de anderen hebben dat natuurlijk eerder op het spoor gekomen. Ja. Dat is deze geweldige grote Foucault, die voor hun toch een moreel gezien ook een bepaald
lichtbaken is. Wat blijkt nou? Die, ik geloof, die had afspraakjes in, wat was het? Algerije. In Tunesië. Tunesië had hij begraafplaatsen, dacht ik. Hè? Ja. Ik meen ik me te herinneren. En dan had hij dus met veel te jonge jongetjes van 12 jaar. 8, 9, 10. Oh, 8, 9, 8 tussen 6. En dan kregen ze wel geld voor, hoor. Dat wow, wel. Ze kregen, ja. Hij betaalde wel. Hij betaalde dus die jongetjes. Hij betaalde goed seksueel voor die... Ja, dat is niet wat je nou noemt erg... erg leuk van Foucault. Nee. En jij denkt dat Judy Mesman zich ongemakkelijk heeft gevoeld met het openbaren van dit gegeven? Ga ik vanuit, maar sowieso. Het is natuurlijk. Ja. Ja. Waar zij heel slecht tegen kon, daar kwam ik dan weer later achter. Ja. Zij heeft een boekje geschreven over opgroeien in kleur, of opvoeden in kleur, ben ik even kwijt. En daar staat een soort autobiografietje achterin. Ja. En ik heb, naar aanleiding daarvan... Dat is ongeveer een jaar nadat dit boek was uitgekomen. Na een half jaar. Ja. Toen heb ik haar nog eens gemaild en mijn autobiografietje geschreven. Over alle linkse dingen die ik in mijn leven heb gedaan. En toen kon ze het helemaal niet meer begrijpen, schreef ze. Okay. Want iemand met die achtergrond, dat die ideeën, overtuigingen had... die populair waren bij reactionair rechts. Ik had er namelijk gevraagd of ze aan het volgende boek over transgenders wilde meedoen. Ja. Maar voor haar is dat reactionair rechts als je niet de woke... Oké, maar dat vind ik... We dalen misschien al een beetje te veel in allerlei privégesprekken af. We hebben het over de universiteit. Dat iemand die hoogleraar is... kan zeggen van mensen die het niet met ons eens zijn... we behoren tot de absoluut ergste mensen op de wereld. Ja. En dat is toch... Als je daar dat is de essentie van woke. Wat is in feite de essentie van woke? Dat is dus, je probeert de onderlinge gedachtenwisseling te smoren... Je wil een soort van informatie- en kennismonopolie vestigen aan de universiteiten. Daar moeten de mensen zitten met de juiste politieke kleur, met de juiste politieke opvattingen. En die groep, die moet alles wat anders is, uitsluiten. Ja. Nou, de goede politieke cancelen. Kleur is niet aan de orde, denk ik. Sorry, De goede politieke kleur. Politiek heeft er weinig mee te maken. Nou, het heeft toch alles met politieke ideologie. Nou, het is niet zo van je moet lid van GroenLinks zijn om... Nee, maar de N-VA is niet welkom. Nee, maar daar hebben we het over Vlaanderen. Nee, als ik het over Nederland heb. Nou, PVV is niet welkom bij deze mensen. En er is ook geen enkele... hoogleraar met een PVV-achtergrond, zeg ik dan altijd tegen de mensen die zo een hoofd vol hebben. Maar wel van die rechtse D66'ers. Een rechtse D66'er? Nou, de meeste zijn toch... Dat lijkt me een innerlijke tegenspraak. Maar D66 tegenwoordig stond toch altijd... We kennen D66 toch wel als rechts van de Partij van de Arbeid. Dat was in... Ik zou bijna zeggen, in jouw tijd. Ik zeg ook van mij. Jij bent ouder. In onze tijd. Ja, ik ben ouder. Nee, in onze tijd is het natuurlijk nu helemaal niet meer zo. Er is geen partij. Extreem politiek correct. En extreem woke. Op dit moment is D66, dat is trouwens interessant, is de meest woke partij die er op dit moment is. En, maar maakt dat de partij ook links? Nee. Nou ja, goed, weet je, ik wil... Ik bedoel, het is geen woordenstrijd. Nee, het punt is dat mensen die kritisch zijn op woke... worden weggezet als rechts. En dat vind ik heel erg leuk als dat komt van mensen die D66 stemmen. Maar hoe ik dat niet als links zie. Prima. Midden. Oké, maar ik recapituleer even. We constateren dat Bart de Wever, dat hij dus de universiteiten aanklaagt... dat ze zo woke zijn geworden en die gaat iets doen. Ja. Die gaat een tournee doet hij. En dat is een succes. En we constateren ook dat Floris van den Berg, dat hij zegt... ik heb last in mijn werk van woke. En iemand die nog geen boek heeft geschreven, maar daar wel mee bezig is... is Laurens Buijs aan de Universiteit van Amsterdam. Die zegt ook, ik heb mega problemen met dat... Met dat woke. Hè? En in zijn geval speelt een centrale rol de genderideologie. Er is een woke genderideologie die wordt uitgerold over die universiteiten, ook de Universiteit van Amsterdam. En op een wat onbevangen manier met stelling en tegenstelling en voordeel, nadeel, dingen tegen elkaar afwegend,
zegt Buijs, is eigenlijk onmogelijk. En Buijs die heeft een hele hoop optredens nu ook al gehad. Onder andere hier ook bij Café Weltschmerz heeft hij gezeten. Niet met mij, maar wel met andere mensen heeft hij gesproken. Hij is bij Ongehoord Nederland geweest. Dus zijn opvattingen zijn nu op dit moment wijd en zijd bekend. Maar hij heeft mega problemen aan die Universiteit van Amsterdam, waar men dat niet graag hoort. Een beetje à la Judy Mesman. Je weet ook hoe dat komt. Omdat hij zelf behoorlijk woke is. En je krijgt dan het verschijnsel van de broederstrijd, van hoe kleiner de verschillen, des te heftiger de strijd wordt. Ik geloof niet dat hij nu meer woke is. Hij is absoluut heel woke. Oh? Maar dat zegt hij zelf. Ik zeg het hem na. Maar volgens mij zegt hij dat hij daar vandaan komt en dat hij dat heeft aangehangen. Maar tegenwoordig zijn de problemen met woke, is hij wel zo enorm mee geconfronteerd, dat hij zelfs nu niet meer zeggen dat hij op dit moment sympathie heeft voor woke, volgens mij. Maar nou ja, ik geef hem de credits, of tenminste, ja. Hij zegt het van zichzelf. Ja. Ik denk waar hij op. Hij is maar op één ding stuk gelopen. Niet dat hij de verkeerde partij aanhangt of wat dan ook. Want zoals wij weten, ik noem het niet, maar hij stemt op een partij waar ik nooit op zou stemmen. Hij heeft ideeën. Die gaat door. Ik zoek iets anders mijne, op. Maar zijn. Ja. Zie je, leidt me af. laat je door mij niet afleiden. Nee. Ga verder. Hij heeft maar één kleine vergissing gemaakt. En die is in het verkeerde keelgat geschoten. En ik bij wie? Durfde... Bij jou bedoel je? Nee, bij de universiteit. Okay. Ik gok. Ik kan het niet 100% bewijzen. Ik gok dat er 2 of 3 mensen zijn geweest die zich ergens aan gestoord hebben en die iets in gang hebben gezet. En omdat er geen tegendruk komt van collega-docenten van Laurens Buijs, is dat gaan escaleren. Wat heeft Laurens gezegd? Ik vat het in mijn eigen woorden samen. Non-binair bestaat niet. Wat is non-binair? Je hebt koeien, je hebt stieren, maar daar zit verder niks tussen. Bij mensen zou dat anders zijn volgens de woke-ideologie. Je hebt mannen en vrouwen. En je hebt mensen die geen van beide dan wel allebei zijn. Wat natuurlijk onzin is. En Laurens zegt geheel terecht. Je hebt mannen die heel erg mannelijk zijn. Je hebt dus een hele scala tot mannen die heel erg vrouwelijk zijn. En bij vrouwen heb je het omgekeerde. We moeten niet zeuren over non-binair. Er is gewoon een heel heel rijk. Inderdaad, ik denk ook dat daar hebben dus sommige mensen aanstoot aan genomen. En we gaan straks even belichten wie dat dan zijn. Maar dat moet je toch kunnen zeggen als docent? Nee, natuurlijk moet je dat niet kunnen zeggen volgens de woke. Dat is het probleem. Dus woke is een enorm probleem dan toch voor de universiteit. Ja, en volgens mij schreef Floris dat ergens, maar dat weet ik niet 100% zeker. Er kan ook iemand anders geweest zijn. Van dat we nou bijna zover zijn. Tenminste, dat we de universiteiten tijd zouden moeten gaan zuiveren van alle wokers. Bij het docentenkoor, omdat je. Ja. Kijk, heel veel van die types die zijn in de jaren 70, 80 geboren, die doseren. Ja. Die kunnen er nog net zo goed als de vorige generatie 40 jaar gaan zitten. Je wil er eerder van af. Wat zou de volgende stap moeten zijn dat als het omdraait meer verzet tegen woke? Of moet je bijvoorbeeld, wat wel eens is voorgesteld ook, domweg zeggen, we offeren 1 of 2 universiteiten op, die mogen helemaal. Ja. Ja, oké, dat wil ik met je bespreken, maar ik wil eerst even terug, want anders dan stel je in een veel te rap tempo een hele hoop onderwerpen aan de orde. Je bent nu al bij oplossingen bezig, dat moeten we zeker naar komen, dus hou het in gedachten, gaan we naar terug. Maar eerst nog even naar die Buijs. Kijk, inderdaad, we hebben hier dus een docent, Buijs, die doet onderzoek naar gendertheorie en die verhoudt zich
min of meer kritisch ten opzichte van die non-binariteit. Hij zegt die binariteit is belangrijker dan je zou denken, hoor. Je hebt inderdaad mannen en je hebt vrouwen en je hebt mannen met vrouwelijke eigenschappen en vrouwen met mannelijke eigenschappen, maar gewoon maar plomp verloren zeggen, ik ben non-binair en ik heb eigenlijk niks met die traditionele geslachten. Dat vindt hij kwestieus. Dat zegt hij ook. Ja. Dan wordt hij geconfronteerd, want daar begint het allemaal, want dat hebben we tot nu toe nog niet gezegd, dan wordt hij geconfronteerd niet met collega's à la Judy Mesman of andere politiek correcte collega's in zijn, aan zijn universiteit. Nee, wacht, ik ga het eerst afmaken voordat je het gaat tegenspreken, want je weet nog niet wat ik ga zeggen. Ik ben het er nu al niet mee eens. Nee, nou, dat zou best kunnen zijn dat ik je toch nog ga winnen als ik duidelijk maak wat ik bedoel. Dan gaan studenten, die zeggen dan, activistische studenten, overigens niet noodzakelijkerwijs de studenten die je in je klassituatie hebt, of in je werkgroepsituatie, maar die gewoon van horen zeggen hebben, oh, die docent heeft dat gezegd, die gaan een zogenaamde trigger warning uitvaardigen op Instagram. En wat zeggen ze dan? Hashtag, niet mijn docent. Docent moet geschorst worden. Het stukje in het faculteitsblad wat de docent heeft geschreven in het blad Folia moet eruit gehaald worden, moet je nagaan. Dus een student gaat eisen dat in een faculteitsblad er een artikel wordt weggehaald. Het moet weggehaald. Niet meer vindbaar zijn. Het moet niet meer vindbaar zijn. Nou, dat klinkt toch Maoïstisch culturele revolutieachtig. Ja. Of het knippen van de foto van Trotsky. Trotsky van de foto af. Ja. Dus dat is dan een hele kleine minderheid die dus met dit soort eisen komt. Die maken dat het publiek, die gaan niet in het gewone kwaliteitssysteem van de universiteit zeggen, nou, ik vond de college van mijn docent niet zo helemaal goed om die en die reden. Nee, ze zetten het op Instagram. Ze maken het publiek. En dan zeggen ze, deze docent moet geschorst worden. En op dat moment doet de universiteit niks. Dat wil en zeggen, daar ben ik dus niet dus mee eens. Dus de rector, de decaan, de collega's, die zeggen allemaal, tja, vrijheid van, kritische studenten, die laten zich ook uit. Dat is wat er gebeurt. Nee, ik denk dat bij hem, boven hem, in de hiërarchie zit Sarah Bracke, okay. Vlaamse, die ook in dit boek een bijdrage heeft geschreven. Ja, ja. Mensen kopen allemaal het boek van, moeten we nog even zeggen, dat het boek van Martin Harlan. Er zijn nog exemplaren over. Het afgelopen jaar zijn er 186 verkocht. Oké, ja. Sarah Bracke, die zit boven Laurens Buijs in de hiërarchie. Ja, oké. En Sarah Bracke, die heeft hier een stuk in geschreven. In dat gaat dan over, ze is niet zijn leidinggevende. Nee, maar ze werkt ook aan de universiteit en zij is hoogleraar. Wij hebben begrepen van Laurens dat zij toch redelijke invloed op de hele toestand heeft. Ja. Zo hebben wij het begrepen. Oké, nou, dat weet ik niet. Maar het is in ieder dan geval wel zo. Dan is mijn geheugen beter dan jouw geheugen. Nee, maar er zijn gewoon mensen, woke-docenten zijn er veel meer en zijn veel invloedrijker dan de enkeling die het ter discussie durft te stellen, zoals Van den Berg of Buijs. Zij heeft hier, Sarah Bracke, met CK, Bracke, heeft hier een stuk in geschreven. Dat gaat over morele paniek. Mensen die woke-kritisch zijn in morele hebben last van morele paniek. Wij zijn in morele paniek dus. Ja. Morele paniek. Sarah Bracke in Bronman is in morele paniek. Ja. ga ze nou niet in allemaal in morele paniek. Nee, ik breng je niet van je apropos. Ga verder. In januari heb ik Sarah uitgenodigd om op de Universiteit van Amsterdam met anderen uit het boek in discussie te gaan, zoals het ook met het vorige boek De Getemde Mens is gebeurd. Ja. Namelijk woke-kritische en woke-vriendelijke academici. Daar heeft ze niet op gereageerd. Maar toen speelde dat gedoe van Laurens net in januari. Mm. Zover ik me kan herinneren. Dat zal niet veel langer. Nee. En wat heeft ze toen na een week of 3, 4 gedaan? Toen heeft ze dat stuk wat ze hierin geschreven heeft ze uitgebreid. Dat is geloof ik 2, 3 keer zo lang geworden. Ja. En dat heeft gepubliceerd in De Groene Amsterdammer. Ja. Ja. Een heel lang stuk wat
alleen maar vergelijkingen wat iedereen die woke kritisch is onderuit moet halen door te wijzen naar de Verenigde Staten. Ja. Van wat er aan de hand is, is niet dat woke de vrijheid van meningsuiting of de academische vrijheid bedreigt. Mm-hmm. Het zijn al die rechtse mensen zoals DeSantis. Ron DeSantis, Florida. Gouverneur van Florida. En er worden boeken verboden en uit de bibliotheek gehaald. En dat is waar. Ze waren het niet dat er al voor die tijd boeken uit bibliotheken werden gehaald door de woke types. Dat snap ik. Ik snap haar. En wat ik nou veronderstel, wat ik zie, is dat in de faculteit waar zij en waar Laurens werken, die gaat onderzocht worden door een commissie. En onder andere met jouw oud-rector. Ja. Stalker, ja. En wat doet zij in de tussentijd? Zij gaat in het tegenoffensief. Ze gaat een groot stuk in de groene plaatsen van... je moet niet naar ons kijken, je moet naar hun kijken. Kijk eens hoe erg die rechts die woke-types zijn. En dat sluit ook heel mooi aan bij haar... geen collega, maar in Leiden, Judy Mesman. Kijk, de meest verschrikkelijke mensen... dat is dus ook vrij recent dat het erop staat. De meest verschrikkelijke mensen... dat zijn die mensen die tegen al het goede zijn... tegen alles wat woke is, zijn. Ja. En ik veronderstel... bewijzen kan je het allemaal niet... ik veronderstel dat er toch enige ongerustheid is... aan de kant van de meest woke types van... we krijgen tegengas. Er wordt ook, ook pas tegen van... goh, er verschijnen steeds meer woke-kritische boeken de laatste tijd. Dus ik... Ja, dat moeten we zorgen dat dat geen aanhang krijgt... binnen de muren van de universiteit. We trekken de ophaalbrug trekken we op. En er zijn natuurlijk verschrikkelijke dingen. Die mensen dus die dit soort boeken schrijven... die moeten maar naar Florida. Hè, en dan moeten ze bij meneer DeSantis... moeten ze maar gaan zitten kletsen. Maar niet binnen onze muren. Want we houden het ideologisch imperium... dat houden we in stand. Hè. We proberen samen met de studenten... het op een akkoordje te gooien. Dus je krijgt geen... woke kritisch materiaal voorgelegd, maar alleen maar woke vriendelijk. Woke kritisch materiaal. In Amerika lopen ze dus een heel eind voor, al jaren voor. En daar zijn dus wel academici die kritiek hebben, kritiek durven te uiten. Soms met desastreuze gevolgen. Nou, dat is Floris is dus de eerste progressieve academicus... die aan een universiteit verbonden is, die zijn mond open doet. En die, ik weet niet of het slim is om, om een citaat uit het boek voor te lezen. Ik weet ook niet of ik dat hier heb. In ieder geval, niet iedereen, maar... een aantal mensen die op de universiteit actief zijn... wordt door hen bestempeld als nuttige idioten. Wat weer teruggrijpt naar onder andere... nou zeggen we de Koude Oorlog of daarvoor eigenlijk al ook... jaren 30 van... van Lenin is het... Die mensen in West-Europa... die intellectuelen die hebben niet helemaal door waar we mee bezig zijn. Maar goed, ze zijn positief voor ons. Dus nuttige idioten. Ja. En Floris ziet om zich heen dat collega's van hem... maar ook het management feitelijk helemaal niet door heeft of wil hebben... wat er aan de hand is. En zich dus gedraagt als nuttige idioten. Wat een tamelijk... adequate, correcte, maar wel tot bij de betrokkenen negatieve reacties zal leiden, uitspraak is. Ja, is allemaal waar. Een moedige man, Floris van den Berg. Ja, maar ja, dat is waar. Dat vind ik dus ook op basis van wat hij schrijft. Maar ik vind dat Laurens Buijs eerlijk gezegd nog wel wat verder gaat. Omdat hij ook de praktische consequenties toch nog meer uittrekt. En eigenlijk de confrontatie met de universiteit veel verder aangaat dan Floris. Hè? Floris sluit ook bepaalde compromissen. Bijvoorbeeld om, dat staat in dit boek, dat hij bijvoorbeeld hier met ons...
zitten wil hij niet. Nee. Staat hij, hè? Nee. Want hij denkt... Dat wilde Laurens ook niet toen wij hem vroegen. In januari. Nou, dat weet ik niet, want Laurens heeft hier al... Hij heeft gezegd, ik wil met jullie vorige week. Ja, weet ik. Maar hij heeft gezegd tegen ons in januari... Maar goed. Ja. Kijk, waar ik eigenlijk naartoe wil is dit. Ik heb net al gezegd, dus de mensen die op dit moment aan de universiteiten werken... en dat punt ga ik nog een keer maken, want ik wil vooral niet dat dit ondergesneeuwd raakt... die zijn vooralsnog zeer terughoudend in het zich uitspreken over woke. Behalve Floris. Floris zegt wel, ik heb er veel last van. Daarna is hij stil. Dan zegt hij niet van, ik kom hier zitten dat gaat hem dan weer te ver. En wat ik zie, dat al die mensen die in Nederland over dit onderwerp schrijven... dat dat allemaal mensen zijn van buiten. Of Elma Draaier. Luister, en dat vind ik toch ongelooflijk... ik ga niet stil. Dat vind ik ongelooflijk zorgwekkend. Als dat er Laurens zo weinig vanuit die universiteit aan facet komt. Als Laurens geen problemen had gekregen. Als er Laurens gewoon zijn gang had laten gaan. Ja. Had hij zich dan tegen woke op de universiteit uitgelaten? Nee, dat weet ik niet. Heeft hij, ja, als hij geen had hij essentiële kritiek op woke? Nee, want hij typeert zichzelf ook als behoorlijk woke. Ja, dat herhaal je nu weer uit het verleden. Nee, maar dat zou hij nu niet meer doen. Het zijn twee onvergelijkbare grootheden. Ja. Degene die het in de praktijk het moeilijkste heeft en uitvoert en moed toont, is Laurens. Maar degene die inhoudelijk... veel weerwerk levert en die ook ammunitie aanlevert van, en laat zien, een analyse maakt van wat er allemaal niet deugt, is Floris. Dus stel je voor dat in juni is dat groepje is klaar met het onderzoek en die zegt tegen Laurens, je mag gewoon doorgaan. Dan verandert er dus verder geen reet. Op de Universiteit van Amsterdam. Wat er dan verandert, dat is dat je dan voor het eerst iemand aan een universiteit hebt die vasthoudt aan de vrijheid van onderzoek, bepaalde resultaten deelt met de academische gemeenschap, die ingaan tegen iets wat dominant is in die academische gemeenschap. En het is ontzettend belangrijk dat er in die Universiteit van Amsterdam iemand zit die zegt, mevrouw Brakke heeft ongelijk, meneer Duivendak heeft ongelijk, of dat er iemand komt aan de Universiteit van Leiden, zegt mevrouw Mesman heeft ongelijk, om een pluraliteit aan opvattingen binnen zo'n universiteit te creëren. Dat is van belang. Ik waardeer ze allebei, maar ik zeg dat... Ja, dus, Floris minstens zoveel moed betoont, ook al heeft hij er geen veel minder last van dan Laurens. Nou dat is prima, punt gemaakt. Maar nu even dan naar de toekomst, want dat wilde je net naartoe. Ja. Hoe gaan we die universiteiten nou, wat kunnen wij nou doen, wat kunnen anderen doen om die universiteiten te stimuleren om hun roeping, want dat is het toch wel, the idea of a university, hè, Newman, de roeping van de universiteit is pluraliteit aan gedachten, botsing van gedachten, waarheidsvinding als resultaat van die botsing der gedachten, dat moet georganiseerd worden. En we hebben dus nu meneer De Wever, die gaat aan die Vlaamse universiteiten langs. Ik zit te wachten op een Nederland. Misschien moet er een Nederlandse politicus komen die universiteiten langs gaat. Ga jij niet langs de universiteiten? Nou, misschien. Hallo, ik solliciteer. Maar misschien moet dat gebeuren. Maar dan moet iets veranderen aan die universiteiten. En we kunnen gaan zitten wachten. Maar volgens mij gaan we dan wachten tot van ons wegen. Tot die politiek correcte en die woke intellectuelen aan die universiteiten. Tot die zelfstandig tot een inzicht gaan komen van, nou, laten we de poorten eens opengooien. Ik denk dat dat niet gaat gebeuren. Ze moeten gedwongen worden. En daar zijn een aantal instanties die kunnen daar een bijdrage aan leveren. 1. Kritische studenten.
Dat kan. Studenten die dus hun docenten gaan tegenspreken op een andere manier dan om hun schorsing te vragen. Want dat is dan ook iets, ik merk dus dat ik dus een discussie krijg. Mijn collega zegt, dat zijn toch, zegt trouwens minister Dijkgraaf ook, kritische studenten, hè, wat is daar nou mis mee? Ja, ze vragen om de schorsing. Ja, dat is toch ook een bijdrage? Ja, natuurlijk, dan zeg ik altijd. Je kan natuurlijk ook zeggen dat de Ayatollah Khomeini een bijdrage levert aan het debat over de islam op het moment dat hij het hoofd op ijs van Salman Rushdie. Ja, dat is ook een bijdrage aan het debat. Maar niet zo'n verheven bijdrage. Ik heb liever een wat meer verheven bijdrage. Dat je zegt van, je denkt er anders over, maar ik kan ermee leven dat jij aan diezelfde universiteit ook een plaatsje hebt. En dat is iets wat deze discussie rond Buijs zo wrang maakt. Dat je dat meneer Duivendak heeft een keurig nette vaste aanstelling. Die kan helemaal vrij spreken. Mevrouw Mesman heeft dat, mevrouw Brakke heeft die. Zitten allemaal keurig netjes, zitten ze met tenure in het Amerikaans, zitten ze op hun stoeltjes. En een docent die met schorsing wordt bedreigd, die moet dan vanuit die positie eigenlijk dat debat gaan voeren. Dat is ontzettend een ongelijke positie. En daar hebben dus die bestuurders van de universiteit, die hebben daar een taak. En de minister van Onderwijs heeft een taak. Minister Dijkgraaf heeft een taak, die nu wegschiet in het portiek. Maar ook die rectores, die hebben een taak. Die rectores, die moeten zeggen, wacht. Maar hoe bereik je dat? Om te beginnen door te zeggen dat het nodig is. Het zou al heel wat zijn wanneer er een rector in Nederland zou zeggen, jongens, mijn universiteit die gaat echt voor inclusie. En die gaat echt voor diversiteit. En die gaat echt voor een pluriformiteit aan opvattingen. Viewpoint diversity. Dus we gaan niet een of andere raciale pluriformiteit gaan we introduceren. Van ik wil een paar Aziaten en ik wil een paar mensen uit Afrika, een paar mensen uit Canada. Ja, dat ziet er... Dan ziet het er gekleurd uit. Dat is een soort van nep-diversiteit. Ze moeten dus weer de gedachte, de vrijheid van gedachten, die moeten ze weer gaan herstellen. Wat ik denk dat kan helpen. Niet, er is niet één manier om het te bestrijden. Je moet het overal bestrijden. Ja. De manier waar ik enige vertrouwen in heb, is om een ander links geluid te organiseren. Namelijk, iedereen is nog steeds bang om als reactionair, rechts, racist, fascist, weet ik veel wat, weggezet te worden. Mm-hmm. Waar je dus naar moet kijken zijn mensen die onschendbaar zijn. Namelijk omdat ze zo oud en wit zijn als wij. Ja. Mensen zoals hopelijk een Jos Palm die vroeger Maoïst was... ondertussen al heel lang beter weet. Er zijn smaakmakers in intellectueel links Nederland die zich kunnen veroorloven om zich uit te spreken over alle onzin van woke. En ik las een in memoriam geschreven door Max Arian over Maarten van Dullemen. En Max Arian schreef daarin... Max Arian is ouder, die is, ik weet niet, uit de jaren 40... als ik het goed heb, die schreef van we waren, ik parafraseer, toen heel links en gelukkig zijn we nooit aan de macht gekomen en gelukkig hebben we nooit gemoord en gemarteld. Ja, ja. Maar we hebben wel mensen zus en zo weggezet. En toen dacht ik van dat is precies wat er nu gebeurt door woke, van dat je dus... Ja. afgeserveerd wordt en kapot gemaakt wordt en weet ik veel wat. En dat inzicht van mensen zoals Max Arian... en waarschijnlijk, weet ik wel zeker, Jos Palm... en Meindert Venema en weet ik veel wat. Ja. Mensen die naam hebben en die niks te verliezen hebben... die zouden hun mond vaker open moeten doen. En daar heb ik enig vertrouwen in. Want dan krijg je, denk ik, de mensen die daaronder zitten... de 40ers en 50ers, die wel enig respect hebben voor die oude mannen en vrouwen. Okay. Die dan zeggen van, hij of zij is links. Ja. En wijst erop van hoe stom ze waren in de jaren 70. Dat ze achter Mao aanliepen. Ja. En weet ik wel wat allemaal. En misschien hebben ze een punt. En ik denk dat je op die manier iets binnen... Je moet het absoluut binnen links aanpakken. Mensen, linkse broeders en zusters moeten hun mond open doen. Ja, die proberen wij in ieder geval te verleiden met een
geweldige uitnodiging om bij ons aan de kamer tafel te komen zitten. Ja. En met ons dan daarover van gedachten te wisselen. Wij kennen alleen geen grijze witte vrouwen, hè? Het zijn steeds mannen die we verzinnen. Ja, dat schijnt zo te zijn dat je daar dan het eerst aan denkt. Maar ik wil het beste... Of iemand in een rolstoel. Ja, nou ja... Dat is... Het is bereikbaar ja. Hier, toch? Ja hoor, dat zal zeker wel zo zijn. Nee, maar het gaat nu voornamelijk even om, denk ik, om viewpoint diversity. En het zou heel fijn zijn wanneer we wat meer mensen, althans dat denk ik dan in eerste instantie aan, mensen wat meer uit die universiteit zouden kunnen verleiden om zich uit te spreken. Maar in ieder geval één zo'n persoon, die hebben we al bereid gevonden, dat is Meindert Venema. Die komt over een week of twee, denk ik. Hebben we daar gesprek mee? Ja, de laatste woensdag. Ja, ja, ja. Dus dat is in ieder geval wel aanstaande. En volgende keer gaan we praten met Arthur van Amerongen, die ook eigenlijk heel interessante dingen heeft geschreven. Die zijdelings aan dit onderwerp raken. En verder hebben we ook een afspraak met Jos Palm. Dus we hebben nog wel voldoende te doen, Martin. En je begrijpt door deze woorden ook wel dat ik een beetje aan een afronding aan het denken ben. Hebben we genoeg gezegd over dit boek? Nou, nooit genoeg natuurlijk. Maar ik denk dat... Is het leesbaar? Nog... Ja, het is heel leesbaar. Ja, het is heel leesbaar, ja hoor. Is het informatief? Het is heel informatief. Heel informatief, ja. Ja, het is leesbaar, het is informatief, het is leuk. Het is dapper omdat hij zich uitspreekt als werkzaam aan een universiteit en dat hij ook last heeft van een universiteit. En laten we ook hopen dat, deze zalvende woorden wil ik dan toch ook nog wel gebruiken, laten we hopen dat ook bestuurders het lezen. Hè? Mensen die dus nu gewoon maar denken dat ze een beetje in een bestuursfunctie aan een universiteit gedwarreld zijn, want zo gaat dat natuurlijk aan zo'n universiteit van, oh Piet, wil jij niet even afdelingsvoorzitter worden of decaan of dit of dat, oh, laten we maar doen en zo. En dan beginnen ze pas na te denken over de problemen van deze tijd. En een van de problemen, dat is het hooghouden van de academische vrijheid. En dat moeten die mensen zich realiseren. En ze moeten ook deze boeken dus gaan lezen. Niet wij eigenlijk, want wij zijn al... Pak jij de camera en nodig alle rectoren uit of ze hier willen komen. Dat lijkt me eigenlijk goed. Ik ga dat nu doen. Ja, we gaan dit programma dan nu beëindigen. En we doen inderdaad een open uitnodiging aan alle rectoren van Nederland om de academische vrijheid met ons hier te bespreken. En dat kan... Om te beginnen door dit boek van Floris van den Berg, Het Spook van Woke, te gaan lezen. Dit was een gesprek met Martin Harlaar en Paul Cliteur. En ik dank u voor het kijken. Hoe laat is het?